Hallo! Hallo! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe mukbang. Ik ben vandaag met mijn poesje, Thomas. We houden dus eigenlijk bij een hele lekkere Korean store eten halen. Ja, maar wij gingen daar naartoe. Het regent zo hard buiten. Ja, ik ben echt voel hoe nat ik ben. Maar wij kwamen daar aan, het was open, maar de keuken was dus dicht. Ja. Dus hebben we iets anders besteld. Heel veel. Gochujang. Ja, het is gochu. Het heet gochujang, Korean fried chicken. Die hebben echt bizar veel. Een hele donder. Oh, het zit allemaal in een schattige boxje. Oh my god. Kimchi! Twee bakken kimchi. Oh my god, wat een leuke branding inderdaad. Dit is echt super cute. Dit is echt heel leuk. Oh my god. Kijk. Oh, kimchi friet. Hou je bek. Ja. Ja, oeh. Wat gebeurt er? De hond zit hier. We hebben stokjes erbij. Nee. Ja, we moeten ze. Gyoza! Ja, twee keer. Oh my god. En die hamburger, die halen we ook wel even uit. Ja. Nou, hoezo kan jij dit allemaal? Als het zo droog. Oké, laten we. Inderdaad, gaan we. Laten we starten met de mukbang. Oké. Hiervoor. Een vork. Oké, kan ik het nu. Of denk dat het zo blijven liggen? Ja, eigenlijk wel. Oké. Van het. Ik ga even de kimchi proeven. Ik ook. Oké. Zo. Sterk, zuur. Spicy. Spicy? Ik vind die van de Oriental lekkerder. Die van de Oriental is wat meer zuur. Ja, maar wel lekker. Mm-hmm. Oh, hier. Sausje. Mm. Een gyoza, denk. Misschien moeten we wel even mayo voor die friet of zo. Hebben we mayo hier? Ja. Ja, waar gaan we het over hebben? Ja, goede vraag. De vorige keer, weet ik niet eens. Ik weet niet meer waar we het over hebben gehad, sorry. Ik ben toch nog iets vergeten. Dat was ook wel. En toen hadden we een beetje, gingen we het een beetje hebben, denk ik, ook over het eten zo. Want toen hadden we slechts versus best. Oh ja. Maar ook nog heel gezuik. Mm-hmm. Maar misschien is het leuk om te vertellen hoe wij elkaar kennen en zo. Hebben we dat niet de vorige keer ook al gezegd? Ja. Ja, ik weet het niet maar meer. Maar ja, misschien hebben heel veel mensen die video ook niet gezien. Ja. Ik weet zeker dat we sowieso die vragen krijgen. Ja. Maar wij kennen elkaar eigenlijk van ons management. Ja, waar we nu zitten te eten. Ja, ja. We zijn nu op kantoor bij Hampton Lewis. Dat klopt. Het allereerste keer was toen met het concert van Bilal. Ja, maar ik vond jou heel gezellig. Ja. Hier werd trouwens wel over gehad vorige week. Ik weet 100% zeker. Oh, echt? Ja, ik weet 100%. Ik wou iets zeggen, dacht ik. Nee, dat heb ik de vorige keer al gezegd. Oh. Ik wou zeggen, je was echt zo'n grappige dorpschick. Oh, dat heb ik letterlijk gezegd. Ja, dat heb ik gezegd, ja. Oké. Maar goed. Ja. Even backstory. Nu, to the future. Mm. Ben ik de manager. Lekker. Mm-hmm. Mm. Oh mijn god, dat ruikt ook echt lekker. Oh, dat is echt niet normaal. Nou. Maar er zit beef in. Ja, lekker. Niet normaal. Oh mijn god. Niet normaal. Ja, dus top. Maar nu ben ik dus Thomas' manager. Ja, dat is heel grappig. Dat is echt van grappig. En zijn we ook bevriend geworden. En de vriend van Thomas, die werkt dus ook weer hier op kantoor. Ja. Dus dat is ook weer helemaal grappig. How funny is that? Where is he? Ja. Not here. Not here. He's at home. Holy. Iemand zegt, Thomas heeft een vriend. I do. Ja. Sorry. Was vannacht dus weer uit. Ja, joh. Maar soms, het voelt gewoon zo goed om mensen af te wijzen. Het voelt gewoon echt heel goed. Want je denkt. Krijg je veel aandacht als je uitgaat? Ja, best wel. Ja, maar het ligt ook echt aan de club hoor. In de straight club niet. Maar in een gay club wel. Want de niks, dat is toch een gay club? Mm-hmm. Ja. Ik dacht voor het raar zeg. Queer club. Mm. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar dat een dus gay club als zo'n kut woord. Ja. Ik wil even die kimchi. Nou, het is echt lekker. Het ziet er echt fucking lekker uit. Oh mijn god. Oké, ik ga gewoon één hap nemen. Ik krijg ook aandacht van vrouwen. Ik, hè? Nou, laatst dacht dus iemand dat ik. Nee, wat was dat nou? Oké, ik was dus in de cooldown. Ja. Of opleving. Maar echt. En toen zei iemand kwam naar mij toe. Ja, jij en vriendin zijn echt leuk samen. Ik dacht echt van. Ben jij blind of ben ik blind? Wat hier gebeurt. En hij was gewoon echt. Nee, wie was dat? Het was een hij was gewoon doodserieus. Ja. Doodserieus.
Maar ik weet misschien was hij niet helemaal nuchter. Ja, ik weet het, ja waarschijnlijk niet. Maar ook laatst in de club, toen ging een meisje helemaal tegen me aanschroeven. En ik op een gegeven moment zo van, wat doe je? Dat ze, oh, vind je dat niet leuk? Zo, ik ben gay. Dat ze, oh. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Iemand dat tegen me zei. Nee, want bij jou zijn we ook wel overduidelijk. Bij Max kan ik het nog soort enigszins begrijpen. Ja. Maar... Je moet ook niemand proberen hoor. Nee. Hoe vaak eten wij noedels in de week? Nou, iedereen denkt dus dat ik 50 keer per week noedels eet. Ja. Wrong. 1 keer per week. Ja? Heb je dat met jezelf afgesproken? Of... Ja. Snap je? Ja, want je draait een beetje door. Ja. En dat is ook niet zo goed voor je omgang, stoelgang. Mm-hmm. Hoe noem je dat? Stoelgang, ja. Nou. Nee. Nou, ik had gewoon heel vaak op diarree. Ja? Ja, dat is echt door die spicy... Maar ik eet ook gewoon in de ochtend... wil ik gewoon geen brood eten. Zeg maar, ik wil spicy noedels voor ontbijt. Ja, ik ook. Ik wil altijd eten. Echt altijd. Die kip is echt... Fuck, lekker hè? Oh mijn god. Oh my god, deze kip. Oh! Het is echt juicy. Die burger. Maar die moeten we eigenlijk wel even snijden. Ja, overal happen er gewoon even. Ja. Oh mijn god, kijk dit. Helemaal chaotisch bezig, maar... Zijn we ook. Oeh! Oké, ik ga nog... Dit is een kimchi burger. Wat was dat? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Een kipburger. Ik heb maar wat aangeklipt. Hoe oud zijn jullie? Wij zijn allebei 22. Ja. We zijn even oud. Dat is bizar. Wow, dit is echt fucking lekker. Ja? Ja. Oké, ik ga zo proberen. Mmm. Heel goed. Wat een toptent. Het zit ook lekker in West. Mm-hmm. West is sowieso beste. Van huis vindt, Thomas is nu heel erg bezig met huizen bezichtigen en ja, een huis aanzoeken. Dus als jullie nog tips hebben. Het is niet zo makkelijk. Maar ik heb voor een geval, zo. Is het veel moeilijker geworden? Ja, ik weet het niet. Prijzen zijn ten eerste insane. Ja. En er wordt gewoon altijd iemand gekozen die gewoon vast in loon niet zit. Dat is ja, cool. Dat is het hè. Dat is het ook echt. Ja, eigenlijk let ik meer vriend. Maar omdat het dan een soort zekerheid is dan in loondienst, dan kiezen ze toch daarvoor. Ja. Zonde. Ja, helaas. Maar zou je niet samen met Max misschien wat willen ofzo? Of nog niet? Nou, misschien, maar dan heb ik nooit de experience gehad van op mezelf wonen. Nee, dat snap ik ook wel. En dat wil ik eigenlijk wel echt. Mm-hmm. Oh, is het voor een half jaar? Dat ik gewoon even, zeg maar, dat ik een huis voor mezelf heb. Want als ik nu samen zou gaan huren, dat zou ik wel leuk vinden, maar... Ik ga niet samen afkoken. Wat is dat? Ja, volgens mij is het net een andere soort video's aan. Nee, dit heet dus anders, een mandoe. Oh! Het schrik, wat? Het staat op de bon. Hier een mandu. Oh, een mandu kimchi chicken, ja. Dat is heel lekker. Het schenk hier ook maar een mandu. Ik denk dat het een... Oh. Het is best wel spicy hoor. Nee, het is eigenlijk ook geen late lunch. Spicy. Ja, die kimchi. Mm. Maar het is geen late lunch, maar het is ook niet avondeten. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Nou, vreet ik. Ja. Dit is gewoon... Leven. Ik lag dus vannacht. Ja. Nee, hoe laat lag ik in bed? Ik sliep om 6:30 vanochtend. Maar hoe kan je hier dan normaal zitten? Ja, ik weet niet. Ik ben want het is ook niet dat je hebt uitgeslapen of zo. Nee, ik moest 2 uur later weer op. Ja. Dan werd ik eens wakker gebeld. Ja, heb ik weer. Door Max? Nee, die had me wakker geappt. Oh. Waar ben jij? Ja, dat. Nee, ik ben oprecht gewoon in de Bagels & Beans. Ik zat daar en ik deed gewoon mijn ogen dicht. Ben ik gewoon in slaap gevallen. Niet. Ja. Maar gewoon in slaap gevallen in de Bagels & Beans. Ah, ik vind het echt zielig dat je niet gewoon hierheen bent gegaan. Je had gewoon makkelijk hierheen kunnen komen. Ja, maar zit ik er ook weer niks te doen. Ik heb geen laptop bij. Mm. Ja, oké. Okay. Ik zat alleen maar met telefoon. Nou. Hij heeft echt zitten rondzwerven vandaag. Mm. Maar je hebt wel leuke make-up gekocht, toch? Ja. Ja. Ja, ja. Mmm. Maar los te gaan in de bijenkorf. Oh, even een boom. Dat is zo lekker, man. Wat zou go-to sushi bestelling? Go-to sushi bestelling. Oh. Ja. Het was of je favoriete sushi? Ja. Ik had dus pas sushi van Mr. Sushi. Dat was niet normaal. Ja, maar je had allemaal van die soft shells. Ja. Die is niet normaal. Dat was echt jaloers.
niet normaal. Dat kunnen we ook nog wel een keer doen, die mukbang. Oké, is goed. Want ik had al dat eten gekregen. Nou, ik weet niet of je zag hoeveel het was. Maar het sloeg helemaal nergens op. Het sloeg echt helemaal nergens op. Ja, maar dat is toch lucky? Mm-hmm. Dat is echt lucky. Is het hier in West? Ja, bij Sushi West. Ja. Ik heb gisteren besteld bij Sushi Only. Ja, maar dat is top, want je hebt die 1 plus 1. Mm-hmm. Nou, ik had zoveel. We rolden weer gewoon naar buiten. Maar het lekkerste vind ik, denk garnaal en dan met avocado of zo. Floor. Ik wil een hap. Floor. Kom, nee, je moet even, je kom even je in. Je moet een hap, ja. Kom even in. Oeh. Hi guys. Nee, weet je wat je moet bestellen? Die gefrituurde sushi. Ik vind dat zo lekker. Ja. Oh, ik vind dat niks. Nee, ik vind het ook wel lekker, maar ik vind het niet zo lekker dat Max ik denk. Max vindt dat ook lekker. Ik vind het helemaal niet lekker. Ik wil even de... Wil je gyoza? Ik ga even een kimchi'tje proeven. Het was pittig, zou dit, hè? Ja, ik vond hem wel pittig. Vond ik, hè? Semi. Ja, het is een beetje spicy. Ja, zij zit hier weer in een kunstwerk in elkaar te vlaan. Ja. Ja, je mist een beetje die... het is vooral spicy. Die je mist zuur. Een beetje de zuur, ja. Ja, een beetje de gyoza mis je. Maar ook nog goed. Wow. Hoe gaan we dit ooit opkrijgen? Ja. Opkrijgen. Nee, ik moet zo nog sporten. Ja, naar deze maaltijd. Ja, dat is wel nodig. Wat gebeurt daar dan? Ik ben helemaal confused. Ja, daar is Thomas shots aan het maken. Ja. Ik ben niet meer live. Wel, hier. Oh. Hoeveel mensen kijken er nu? 350. Ja, ik vind het echt bizar dat er zoveel mensen kijken. Jongens, volg Thomas even. Want Thomas is echt gek. En volg Sarah ook. Als je kijkt en volgt Sarah niet, wat doe je? Wat doe je met je leven? Wat zit er in die gyoza? Iedereen gaat meteen voor. Ja, niet chicken. Maar het is geen gyoza, het is een mandu. Een mandu. Oh, sorry guys. Ja, wij dachten ook gyoza, maar... Ik ga een stuk om die mayo erbij. Je moet even dit proberen. Ja, die kip. Die kip is goddelijk. Maar ik moet hier ook een keer bestellen. Ja. Oh, dit is van het karage. Hoe nee. Van gochujang. Nee, ik bedoel de kip. Oh, een soort... Ja, ik niet. Ja. Ik zou ook echt de hele tijd half in dit beeld, maar ik heb geen make-up op. Niet normaal, zeggen niet we dan. Normaal. Niet normaal. Waar heb jij die flesje besteld met pumpkin spice? Nou, die heb ik dus vandaag gisteravond. Ja, Fleur heb ik besteld. Gisteravond, om 21:15 s'avonds heb ik dat besteld. En het was hier om... Best wel vroeg al. Bij drankdozijn.nl. Daar heb je ook, je hebt van dat merk heb je ook allemaal alcohol, hè? Ja, ja. Blue Curaçao heb je dan maar helemaal Het is dus volgens mij eerst, correct me if I'm wrong, maar volgens mij eerst gemaakt om cocktails mee te maken. En toen zijn mensen dat siroopje in hun koffie gaan gebruiken. En dit is zoete aardappeltje. Ik ben dus niet zo'n fan van zoete aardappelen, maar ik ook niet, maar friet wel. Ik ken Thomas van Maaswaal College ook, echt leuk om te zien. Nou, wie is dit? Jara Willems. Lisa? VLMT. Oh, Lisa Veldmaat. Hey, Lisa. Oh! Een soort van rebus oplossen. Welk jaar, middelbare. Welk jaar heb je diploma gehaald van de middelbare? 2018. Ik ook, maar ik moest eigenlijk in 2016. En nee! Ik ben blijven zitten in 4 HAVO en toen gezag ik in 5 HAVO. Ja, want jij bent 2 jaar ouder, zeker. Ja, dus dat klopt dat. Mm. Ja, 2018, nou ja. Dus ik was 17. Ik was in 2016 in Garsonisos. Letterlijk bijna 10 jaar geleden. Nou. Schat, je was er met halve ogen Gerso nog. Ja, letterlijk. Ja. Ik stond met Barbie daar. Wat is dit dan? Ja, schat. Kimchi friet. Neem het. Nou, wat... Ja. Het is een Korean. Wow. Lekker, hè? Oh, echt lekker doen gewoon. Floor is eigenlijk in de studie gaan. Staat het ding eigenlijk wel aan? Ja? Staat een rek? Ja. Oké. Doei, als die nou uitstond. Dat was echt heel erg. Mislukt de mukbang. Ik vind het best een mooie setting zo. Ik zie kip zo lekker. Echt waar? Jullie krijgen een mok. Ik liep dus gisteren voor het eerst langs Club R en er stond bij... Ben je daar nog niet geweest? Daar worden wel echt vaak mensen geschoten en zo. Nou, ik ben er nog nooit binnen geweest, maar ik ben er dus gisteren voor het eerst langs gelopen. Nou, ik weet niet wat ik meemaakte. Maar is er nog verschil tussen die en die? Ordinair gedoe. Nou, heel ordinair. Die is ook heel lekker. Ik vind alles heel lekker. Oh, dit is echt niet normaal. Ik zit echt met die kip voor je hoofd. Sarah, leven zonder saus of leven zonder alcohol? Wow, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Oh, dat vind ik ook heel moeilijk. Denk... Nou, dat is zonder alcohol. Ja, ik denk ook. Ja, ik denk het ook. Met boven saus. Ik eten staat echt boven alcohol en eten moet met saus, dus... Nou, zoveel drink ik ook niet eens meer, dus weet je, dan maar lekker die saus. Zo, Thomas saus. Lijkt HC, nou dat is echt niet waar. Ja, dat mag je vinden.
Nee, ik heb er niks op tegen. Ik ben echt niet HC. Hij heeft gewoon, hij is gewoon sassy, maar dat is niet HC. Oh, vindt hij er zo gezellig? Ja. Vindt hij er veel gezelliger dan aan mijn bureau? Ja, dat snap ik. Maar zijn we de hele tijd zo? Je zat echt zo erin, zo net niet, maar net wel. Oh, en dan moet deze meid straks sporten. Echt, wie verzint het ook? Ja, daarna? Ja, daarna hebben we een cookie store opening. Oh ja. Wat was jullie ongemakkelijkste moment in de club? Wow. Daar moet ik even denken hoor. Ja, waarschijnlijk was ik zo dronken dat ik het ben vergeten, hoop ik. Je hebt gewoon gewist dat je ja, ik denk dat ik gewoon laatst die chick tegen mij aan ging schuren en gewoon niet wegging. En gewoon deed niet snapte. Ik voelde me gewoon echt, ja, ik vond het heel raar. Ja, moet ik dit nu gewoon zo hier uit de... Nee, ik heb toch die mok voor je gezet? Mooi. Is dat jouw spaarrood? Ja, wil je het doen? Oh, lekker. Ja, ja, tuurlijk. Guys. Ja, willen jullie een heel lekker kipje? Is echt een Ido, jij wil. Ja, jij Ido, wil. Jij wil. Nee? Nee, het is echt heel lekker. Maar jullie zeggen kom even. Love my life. Ik moet ook 40 minuten sporten. Ja. Ja, maar wij zijn nog hier en die store opening is pas om 6. Maar je zit hier ook om 5, toch? Ja, ik blijf hier. Oké, beter. Dan ben ik dus niet alleen. Dit is eigenlijk een tweede huis. Ja, maar als je geen huis in Amsterdam hebt, wat doe je dan? En Ben? Naar de bijen. Die moet jij eigenlijk echt maken. Wat is je favoriete parfum? Ik denk die van Parfumado die ik nu heb. Ja, nou, is Parfumado is maar alle parfums. Volgens mij iets met Paco Rabanne. Oh ja. Maar dan Pure of zo. Of Night, Pure XS, zoiets. Kip is lekker. Ja, is niet normaal. Ik moet echt stoppen met dat woord. Ik vind dat wel goed. Ja, al die frit hier. Hebben jullie ooit een les geskipt? Nou, ik sowieso niet. Nou, ik op de middelbare. Elke dag? Ik niet heel veel. Op de middelbare school ook niet. Maar ik zat mbo, dan kan je niet skippen. Mm, maar ik zei wel vaak dat ik ziek was, als ik niet ziek was. Dat heb ik ook bijna nooit gedaan. Ook wel. Wie zegt dit? Sahin, dat is mijn beste vriend. Nou, lekker. Maar ik vind het zo gezellig. Nou, kom er dan even bij zitten. Ja. Ja. Door. Oh. Wat was dit? Zo. Ja, God mag het weten wat het was. Nou, even lekker stukje kip. Sorry. Thomas, die gaat gewoon lekker door zijn kater proberen te vreten. Nou, ik had een kater vandaag. Ja. Toen ik blend ook wel werd, dacht in. Ik, oh, het valt wel mee. Maar toen ik zeg maar daarna in de stad liep te stronselen, nou. Was je daar helemaal? Hij ging om 9 uur zitten. Hij heeft in de bekels op iets geslapen. Ja, niet heel lang, hè, met 10 minuten is dat echt weg. Ja, ik zat gewoon met mijn kop tegen, ik lag gewoon zo. En die bekels op iets. Ik zeg, was hierheen gekomen? Zegt hij ja. Ik was ook echt hier om de hoek bij die bekels. Nee, niet waar. Nee. Trouwens, vers kimchi is volgens mij niet vers, want dat doe je zacht. Ja, zo. Ik vind het moet fermenteren. Is dat een woord? Dat deed toch gewoon, hoe noem je dat, ontposten? Nee, dus dat je zoiets dat je zoiets onder de grond doet. Post of zo. Potten? Ja. Fermenteren, dat is soort van, volgens mij dat proces dat het dus soort van gaat schimmelen. Net als met kombucha of dat is ook gefermenteerd. Ja. Is dat een woord? Composten. Oh, compost. Oh ja, compost. Ja, dat. Dat, dank je. Zie je, ik zat er niet. Ja, maar het kimchi is geen compost. Of is het dan indirect wel een soort compost? Nee. Max belt. Oh, Max. Oh my god. Vlogception. Oh my god. Ja, ik ga zo. Ik wow, ik heb ook zo veel zin in. We hebben nog allemaal eten voor je over. Hè? Hoe is het bij het droogbak? Ja, ik zit er al best wel vol. Ja, ik ook. Zo meteen komt onze Kliko langs en die eet alles wel op. Ja. Oké, Thomas, zeker niet te volgen op Instagram en TikTok. Thomas Panterpoes op TikTok. We doen het hier. Ja, en het drink Thomas V. Drinkenburg, toch? Nee, niet van. Van? Huh? Ik ben niet verwoed, schat. Heb ik even een zieke brain? Dan ben je mij ook van de... Nee. Nou jongens, dit is echt een aanrader. Ja. Go-to-chang. Go-to-chang in Amsterdam West. Maar is het niet gewoon go-to-gang? Nee, het heet echt go-to-gang. Oh, het heet gewoon go-to-gang. Oké, ga allemaal naar go-to-gang. Amsterdam West. Go-to-gang-gang. Vergeet zeker niet te liken, te delen, te subscriben, te volgen. You know. And we see you next time. Bye. Tot in de volgende week. Doei.